is gezellig in het business home van de voetbalvereniging. En nu speelt zowel binnen als buiten. Maar binnen gaan we napraten met de beide trainers, Peter Schulte van Ente Vooruit en natuurlijk Lucas Hoekman van de Nunspeet. De eerste gast, Peter. Toch een middag, 4-1 nederlaag en dan ook nog horen dat Ronte wint en daarmee op de laatste plaats van de ranglijst terechtkomen. Ja, dat is een deceptie, want vorige week kwamen we er juist vanaf omdat wij onze wedstrijd wonnen en Ronte verloren. En dat je nu weer terugzakt naar die laatste plaats, dat hadden we niet ingecalculeerd, want we hadden niet ingecalculeerd dat wij zo'n zwakke prestatie zouden hebben. Ja, hoe ben je die wedstrijd ingegaan? Wij waren heel tevreden over hoe we de laatste twee wedstrijden gespeeld hebben tegen Bennekom. Bijna punten meegenomen. Vorige week tegen DTS gewonnen. Daar hadden we best veel zelfvertrouwen uitgehaald. Vandaag noodgedwongen moesten een paar andere spelers opgesteld worden. Je hoopt dat die spelers dan datzelfde kunnen brengen als wat het team vorige week gebracht heeft. Nou, dat bleek niet in alle opzichten zo te zijn. Ja, weet je, zolang wij in de wedstrijd blijven, dan hebben wij een ploeg die goed mee kan. En ik moet zeggen, dat eerste doelpunt valt snel, was een fantastisch, vond ik een fantastische goal. Maar de overige drie doelpunten waren weggevers. Ja, goed, dan heb je ook geen recht om ergens iets mee te nemen. Ja, maar die fase na het openingsdoelpunt, daar was het met name Ente Vooruit wat toch het spelbeeld bepaalde. Nou, dat vond ik niet. Ik vond dat wij veel te weinig in het duel kwamen, dat we overal ver vanaf stonden. En daar kwamen niet echt. We kwamen wat meer in de wedstrijd, maar echt goed vond ik het niet. Tweede helft vond ik dat we na die 4-0 kwamen wel wat meer in de wedstrijd, maar dat had meer te maken met dat voor mijn idee Nunspeet dacht de buiten is binnen en die namen wat gas terug. En wij lieten eerst die 4-0 ook nog weer op dezelfde manier toe als de doelpunt 2 en 3. Dat was gewoon zwak verdedigd en dat we daarna nog wat terugkomen in de wedstrijd en nog redelijk kunnen uitspelen. Met een 4-1 achterstand staat er natuurlijk niks meer op het spel, maar ik vond. Kijk, je refereert zelf al aan de winst van Dronten. Op de bank wisten we dat Dronten achter stond. Zij maken, op het einde maken zij de twee doelpunten. Nou, daar kun je alle aandacht aan geven, maar ik vind dat je meer aandacht moet geven aan eigen wandprestatie eerste helft. Ja, maar toch gaven jullie mij de indruk in de tweede helft niet het hoofd op het hakblok te willen leggen, want jullie bleven ervoor gaan, hè? Ja, maar dat is een kenmerk van Ente en dat is een helft tussen zit waarin het gewoon absoluut niet klopt en niet loopt, zoals vandaag de eerste helft. Dat is ook zo, maar we hebben nu de tweede helft met dezelfde inzet gespeeld als waar we de afgelopen wedstrijden eigenlijk het hele seizoen mee gespeeld hebben. En dat is wel een kenmerk van ons en dat is ook een. Dat is voor ons zeker een voorwaarde om enige aanspraak op verlenging in de eerste klas te kunnen maken. Dat hebben wij sowieso nodig. Als we dat niet hebben, dan hebben we gewoon helemaal niet. Lucas, vorige keer toen we hier stonden, toen hadden we het over 8 punten uit 4, gemiddelde van 2. Nu 14 uit 6. Dat is een hoger gemiddelde nog. Dat is een mooi gemiddelde, maar het zegt ook iets over wat we moesten doen om ons veilig te spelen. We moesten bijna een kampioensprestatie neerzetten qua punten. En op begin van de week denk jongens, er kunnen allerlei gekke uitslagen kunnen weer. We gaan niet naar tegenstanders kijken. Iedereen had altijd te rekenen. DCC gaat niet winnen van NEC, die willen kampioen worden. Nou, tegendeel is waar vandaag en dat is ook jammer voor Dronten en voor Ente Vooruit. Daarnaast hadden we dus ook 4-5 man die vraagtekens waren en schorsingen. En die zijn vandaag gewoon prima vervangen door hun vervangers. Die hebben een dikke voldoende gespeeld. Ik zag de warming-up bij Enter en daar zag ik echt wel een ploeg die vertrouwen geput had. Dat was een hele scherpe warming-up. Daar heb ik de spelers ook voor gewaarschuwd. En dan blijkt dat wij gewoon een betere eerste helft spelen dan Enter. En de trainer refereert daar ook aan en die was teleurgesteld. Wij kregen ruimte. We dwongen het ook wel een beetje af omdat wij gewoon wel die schwung probeerden op te pakken van de laatste weken. Dan maken we een grandioze eerste goal. We hebben een beetje geluk bij die actie. Misverstand achterin, dat had ook een panel kunnen zijn. Nou, die krijg je niet tegen. Dan maken we de 2 en 3-0. Ja, en doelpunten zijn ook vaak fouten natuurlijk, maar je moet ze wel maken. En ik weet hier ook dat we hier aan het begin van deze serie stonden, dat ik zei, ja, doelpunten maken is wel een dingetje. Als je dan uiteindelijk in 3 wedstrijden 4 keer kunt scoren, dan hebben we in ieder geval dat lek boven gehaald.
Toch nog even terug naar dat moment, of die fase na die 1 tegen 0. Hè? Prima doelpunt, de zesde minuut van de wedstrijd. Ja, het is toch een periode dat Nunspeet behoorlijk onder druk staat. En achterin de bal maar wordt rondgespeeld. En men niet weet waar met die bal naartoe te gaan. En dan ontstaan er toch situaties dat je denkt van ja, is dat nou nodig? Nou, dat ben ik deze keer helemaal niet met je eens. Kijk, achterin de eerste fase opbouwen is rustig rondspelen. Lokken. Proberen vervolgens een overtaald situatie te creëren. En ja, we stonden met 1-0 voor. Dus Enter moest komen. Dus we probeerden Enter. Maar Enter was vrij compact eerst zelf. Omdat dat ze het niet goed deden. Stonden ze wel aardig compact. En wij stonden met onze middenvelders iets te diep. Maar het was een nerveuze periode. Maar, dat vond ik wel meevallen. Ja, dat kun je achteraf wel zeggen natuurlijk. Nee, maar ik heb niet het idee gehad dat we op dat moment in de problemen zouden komen. Omdat Enter... was niet scherp genoeg, zeker voorin ook niet. En we hadden dat wel goed onder controle. En als het achterin onder controle is, dan begint het mee. Dan kun je vervolgens werken aan opbouwen, aanvallen en scoren. En dan wordt het op slag van rust worden 3 tegen 0. Denk je dan van nou, dat is in de knip? Dat denk je wel, maar dat zeg je natuurlijk als trainer niet. We zijn allemaal, opeens heel veel mensen zijn ook voetballer geweest. En 3-0 voorsprong in de rust kan ook leiden tot een snelle. Aansluitingsreffer, want we gingen natuurlijk wel vanuit dat Enter nog iets zou proberen, met meer mensen voorin zou komen. Nu maken wij hem kort na rust en 4-0, dan is het wel bekeken. Maar als Enter hem maakt, en hij maakt 3-1, dan heb ik wedstrijden zat meegemaakt dat het ook 3-3 en 3-4 kan worden. Dan word je nerveus, hè? Dan word je wel nerveus, maar dat was bij die 4-0 niet meer. Nee. Jammer dat Jonathan van Trof vanmiddag niet echt zijn acties kon maken. Had wat moeite met die stevige kerels van Enter. Ja, maar... ik denk dat ook mijn collega trainer wel gezien heeft dat het een toptalent is. En hij is superlicht, maar hij had een groot aandeel in die eerste goal. En ik had hem zeker ook een doelpuntje gegund. En daar was hij ook wel naar op zoek, want hij had hem ook breed kunnen leggen op Las. En dan wordt het ook 5-0 of 5-1, ik weet niet meer wat toen op dat moment de stand was. Moet Nunspeet heel zuinig op zijn. Deze week hebben er nog een paar A-junioren mee getraind. Daar zat er ook één bij. Die kun je zo opstellen volgend jaar. Hier zo. Dan vraag dat maar aan de jongens. Jij bent toch trainer? Nee, ik weet hoe die heet, maar hij had zo'n moeilijke achternaam dat ik me bijna in mijn dan ga ik me vergissen. Ene Hakim. Altijd gevaarlijk als je die jongens gaat noemen als jonge talenten, maar zuinig op zijn. Zorgen dat de routine die in dit elftal loopt, Marnix Tissing, Marco Droost, Giel-Jan Tissing, die moet je vasthouden. En dan moet je gewoon energie in stoppen in zulke kerels. En aan de hand van dat soort voetballers kunnen dan de jonge talenten groeien. En dan hoeft Nunspeet denk ik de komende jaren niet meer te spelen waar ze dit seizoen gespeeld hebben. En misschien zit er zelfs wat meer in. Dus we zien je de komende jaren niet meer op de Wildzwang terug? Als interim trainer? Nee, dat denk ik niet. Maar je weet het nooit. Peter, ja, bij jullie stond er natuurlijk nog vanmiddag op het spel om te voorkomen dat je mogelijk rechtstreeks degradeert. Volgende week hebben jullie dan nog de wedstrijd Enter tegen DZC opnieuw te vol vergaan, hè? Ja. Het probleem is alleen dat we niet meer een eigen hand hebben. Maar als jij Enter kent, dan weten we dat we er vol voor zullen gaan. En wij zullen in ieder geval proberen ons dingetje te doen wat nodig is om te handhaven. En dan hopen dat... dat Dronten wat laat liggen, maar dat kunnen we niet meer doen. Succes volgende week, in ieder geval, dankjewel. Ja, Lucas, in 2010, 2011 flikte je het, en nu weer? Ja. Wat moet ik daarover zeggen? U bent een succestrainer voor Nunspeet. Ik denk dat ik op dit moment de enige trainer in het amateurvoetbal ben die ongeslagen is, dat is wel leuk. Maar ik vergeet ook Patrick Pluim net nog te noemen, hè, als een van die routiniers. En Patrick is daar gevolg voor, Patrick jongen, bij deze. Goed, mooi gezegd. Ja, er is nog één wedstrijd volgende week om des keizers waard, zeggen we dan. Hè, de uitwedstrijd bij KC. Wat verwacht je daarvan? Nou, die jongens hoop ik willen nog graag één keer samen winnen. En dan is 7 wedstrijden, 17 punten, is een mooie focus. Goed, in ieder geval vanmiddag is het beeld neergezet. Mooie wedstrijd vanmiddag, 4 tegen 1 winst van Nunspeet. Nunspeet speelt ook volgend seizoen in de eerste klasse. En daar ging het uiteindelijk allemaal om, de laatste wedstrijden. Dit was het, napraat over de wedstrijd Nunspeet tegen Enter Bruid. 4 tegen 1 vanmiddag hier vanuit het Business Room.